ja, iedere reis begint nou eenmaal op Schiphol. En dan zit je dan lekker te wachten totdat dat vliegtuig eindelijk vertrekt. Maar goed, na een aantal uren, ja, dan kom je in deze omgeving terecht. En dat is toch wel schitterend. Er was daar een mega zwembad en Lily en ik die hadden afgesproken dat we iedere dag 2 baantjes zouden gaan zwemmen en het zo zouden optellen. Nou, uiteindelijk was ik de klos hoor. Ik moest er 15 op een dag. Uiteindelijk waren we bij ons appartement gearriveerd en dat zag er echt perfect uit. We gaan nu nog eens even kijken in de omgeving onder het genot van een muziekje. Nou, dan lekker een dagje naar een prachtig eiland. Een dagje strand hadden we bedacht. En dan zien we dit aankomen, zeg. Hallo, daar kwam er toch een vrachtwater uit. En dan zit je dan te koukleumen op Kreta. Met een handdoekje om. Gezellig hoor. Ja, Lily die moest ook nog even naar buiten. Nou, dat heeft ze geweten. Zijknat kwam ze terug. Wat een zooi. Dit troffen we aan op het eiland. Het was inmiddels een beetje droog geworden. Volgens mij woonde hier een of andere geitenherder. En daar staan ze dan, die beestjes, en mekkeren. Klimmen konden ze ook trouwens. Ja, nu op naar betere tijden. Even gezellig met Lily nog een borreltje drinken voor het eten. Ja, en dan zit je er toch wel wat beter bij als daar op dat eiland met al die zeikregen. Ja, dit zijn onze tafelvrienden, Jan en Jozé. Dat was echt heel gezellig met die twee. Kletsen, nou echt niet normaal. Kijk eens even, hier is die heel serieus. Die Jan. Nou, dat was die ook niet altijd hoor.
En verliefd waren ze ook, die twee, zeg. Was schitterend, joh. Die man is 70, die gaat nog samenwonen met die vrouw. We hebben samen een huisje gekocht. Fantastisch, toch? En nu nog een beetje feest vieren.